werk zelf als interieurontwerper in een leuk interieurzaak. En mijn functie is een soort art direction voor onze klanten te bewaken, zeg maar eigenlijk. Ik hou van ontwerpers die dus gewoon duidelijke statements maken. Hè. Er is te veel eenheidsworst. Dus duidelijk zijn in vorm, in kleur, in gebruik. Het licht en de ruimte. Dat is eigenlijk het bijzondere in dit huis. Welk kant je oploopt, je loopt altijd naar buiten toe. Je kijkt altijd naar buiten, of het dak is van glas, of de deuren loop je erbij. En zelfs als je de trap oploopt, loop je weer licht en ruimte tegemoet. Dat is eigenlijk het bijzondere. Als ik alleen thuis ben, eet ik meestal pasta's, omdat ik een luie koker ben. Het meest leuke is gewoon een huis vol met mensen die komen eten en doen. Wim, als dit geen Italiaans is? Ik vind het wel leuk. Ik had gehoopt dat we een beetje Italiaans gingen eten. Ik heb ook jarenlang in Milaan gewoond. Toen werkte ik in de mode. Alleen dan mocht ik nooit koken, want Italianen zijn wel heel eigenzinnig op kookgebied. Oh ja? Kijk, over saltimbocca wordt wel eens wat moeilijk gedaan. Wat ook vaak geadviseerd wordt, is om het dubbel te doen en dan met een cocktailprikker erdoor. Ja, dat is een cordon bleu. Het duurt veel langer met bakken. Het is al. Oké, Wim, dit gaat in de koelkast. Dan gaan we een hele trendy cappuccino maken. Oh, dat klinkt wel heel spannend. Cappuccino van tuinherten? Ja, dat vind je raar, hè? Ja. Nou, dat is super. Kijk, ik gebruik expres diepvries tuinhertjes ervoor. Dat is een mooie knalgroene kleur. Dat als je het op bord hebt, van wauw. Nou, doen we er bouillon bij, Wim. Ik heb kippenbouillon. Heel simpel. Gewoon water en bouillonpoeder. Deze blaadjes moeten nu ook. Ja, een stuk of zes blaadjes, Wim. Slagroom erbij. Ja? Doe ze nou bij. Ah, perfect. Dan gaan we draaien. Goede kop komt nooit te kort. Kijk, Tina, kijk. Ah, perfect. Kom maar, Joost. Nou, heerlijk. Leuk, hè? Zo'n cappuccino. Dat is best heel trendy op dit moment, hè? Zeker in de restaurants ook. Maar in jouw vak, wat is nu trend? Maar bij ons is natuurlijk trend is de kleur helemaal. Hè? Er zijn van die trends, die zijn Vespa Italia, dan heb je kleurtjes van ijsjes en scooters. Maar je hebt ook een trend, dus color emotion, hè? Dus kleuren in beweging en durf kleur te bekennen, hè? Dat staat er dan voor. Dus dat zijn voor de meer durfhals onder ons. Voor de mensen die echt voor kleur houden, nou, die kunnen gewoon weer heel veel kleur vinden in de winkels. Ik heb hier nog wat gezondheid. En wat gezondheid. Vitamintjes. Ja. Zet hier bij de sportmensen zetten die hier, hè? Ja. Gymleraar was het. Ja, dat is ook wel heel wat. Ik zeg dan dat we zo kunnen... Hey, kijk hier! Oh. Hey, jeetje. Nou, daar moeten we opeens zijn. Vanavond. Kom, Rudolf. Proost. Ja. Nou, ik vond dat ook lekker. Kom je dat ook even bij mij een keer doen? Hallo? Hallo, de cappuccino. Ja, dat zag er lekker uit. Nou, dat is goed. En ik vond lekker, overigens hoor. Die kleur ook leuk. Wat je, ja, weet je, was oranje met wat had je nou? Ja, met rood. Ja, ja. Was leuk, hè? Mooie puntjes. Ja, dat is toch ook wat, hè? Nou, Cindy Pielstrom is er niks bij. Ja. Vind je niet? Natuurlijk, wat heb je aan? Lach even naar me. Lach. Geef alles. Geef je lichaam, je leden, je lijf. Kom op. Lach naar me. Als het moet, doe dan, nou wat. Als het moet, dan kan ik het ja, niet. Ja, geef je nou. Kijk nou naar me. Ja, hou kijk je geelt nou. In mijn Hallo. Oren. Ja, kijk nou. Ik geel. Oh, nou heb ik bewogen. Of... Nou ja, goed. Ik probeer het gewoon. Nou, wat is het? Moet je even uitleggen? Nee, dat vertel ik straks pas. Oh, nou, ik neem er nog één. We hebben straks allemaal leuke hebben dingetjes. Dat je denkt van, god, wat leuk. Oh, ik moet tot het allemaal zo, weer doen. Wacht maar tot even. Zo. Ja, ik doe het nog een keer. Nog bent verwarrend.